Dit zal de eerste video zijn <coughs> waarbij we een begin maken aan uh, uh, het christelijk geloof. Um, je kan het niet hebben over het christelijk geloof, je kan niet aan dit onderwerp beginnen als je niet al weet wat een messiah is of wat een messiah betekent. Het concept van een, een messiah is namelijk waar het heel christelijk geloof omheen draait, Jezus de messiah. Voor heel veel mensen, uh, met name christenen, zodra ze het woord Messiah horen, dan krijgen ze al tranen in hun ogen. Omdat het zo'n heilig lading heeft gekregen. Um, door misschien de laatste uh, weet ik het, uh, eeuwen heen. Terwijl als je kijkt naar de oorsprong van het woord, en daar moeten we naar kijken, bij de Joden, in de Joodse geschriften, betekent het woord niks anders als iemand die aangewezen wordt. Um, Iemand wordt aangewezen om boodschappen voor je te halen. Iemand wordt aangewezen om een bepaalde taak uit te voeren. Uh, iemand wordt aangewezen met een specifieke doel in het kader van een bepaalde opdracht. Zo'n iemand noem je een Messiah. In, um, in het religieuze kader uh, komt er net wat bij. En waardoor het een extra leiding krijgt. En dat, heeft ook die, en dat is ook van, van waar ook de naam de Messiah. In het Arabisch is het El Messiah. En El Messiah is afgeleid van het woord, werkwoord Messaha. En Messaha betekent de beweging die je maakt met je hand. als je over een bepaalde oppervlakte heen gaat. Dus je gaat met je hand, dan uh, noemen ze dat niet echt wrijven. maar gewoon de beweging met je hand over een bepaalde oppervlakte. Dat is specifiek bij Jezus een heel belangrijk concept geworden, omdat hij natuurlijk de gave had van God om met zijn hand over iets heen te gaan, met zijn hand, en dan gebeurde er iets. Wij weten bijvoorbeeld eh, dat hij in staat was om de blinde uh, uh, weer te doen uh, uh, zien, doordat hij met zijn hand over die ogen, de ogen van de, deze blinde persoon, uh, wrijft. Waardoor, ...waarna deze persoon kon kijken. We weten dat hij Lazarus uit de dood heeft gehaald nadat hij met zijn hand weer over het lichaam van Lazarus. En natuurlijk eerst gebeden. En... Dat maakt dat Jezus, die ook uh, slash de Messia wordt genoemd, aan het woord, aan de titel Messia, net een extra lading heeft gegeven. Maar het woord aan zich, de origine van het woord, is, is niks anders. Uh, dan iemand die aangewezen wordt. Ja, ik, 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 heb, ik merk dat ik een beetje moeite heb om dit uit te leggen. Omdat het zo simpel is, weet ik niet waar ik moet beginnen. Het is letterlijk, de Messiah betekent letterlijk niks anders. als dat iemand die aangewezen wordt om een bepaalde taak te verrichten. Het heeft niks te maken met dat iemand met engelen rondloopt. of dat iemand het licht van God om hem heen heeft. of dat iemand met zo'n halo, wat we zien in de christelijke uh, uh, um, kunst. Uh, heeft er helemaal niks mee te maken en dat ga ik zo meteen met jullie uh, uh, doornemen en laten zien. Dus onthoud dat. Het is heel belangrijk voor mensen die ni niks weten van het christelijk geloof of misschien ben je zelf een christen die nu aan het luisteren is. Gek genoeg krijg ik heel vaak e-mails van christenen. Weet dat het woord Messiah in principe niets bijzonders is. Dat maakt van Jezus in dat opzicht geen bijzonder wezen op aarde. Hij was een profeet, dus in dat opzicht is hij bijzonder, maar daar is alles mee gezegd. Voor de rest is hij mens zoals jij en ik, en ironisch genoeg, datgene wat hem vooral mens maakt, is zijn titel als de Messia. We hoeven niet heel ver te zoeken, want in onze moderne tijd, in de westerse samenleving, in, hier in het westen, in Europa, hebben wij namelijk een Messia die onder ons leeft. Weliswaar is dat geen man, maar geen vrouw, maar. Deze dame laat zien dat zij begrepen heeft, zij en haar entourage. Ze heeft begrepen wat een messiah is, namelijk iemand die aangewezen wordt om een bepaalde taak te doen. En dat is natuurlijk Koningin Elizabeth II van Engeland. Queen Elizabeth, zij heeft, zij heeft haar coronation gehad in juni 1953. Van op die dag was zij de messiah. En dat heeft ze heel duidelijk laten zien, eigenlijk aan de hele wereld. Zij niet, dat is natuurlijk een traditie wat ze heeft geërfd van haar voorouders. En haar voorouders die zeggen dat het teruggaat tot Salomon. Maar wat zij heeft ondergaan op de dag van haar coronation, Queen Elizabeth, is eigenlijk niks anders dan wat het Oude Testament zegt dat je moet doen om de Messiah te worden. Dus wij nu in de uh, tegenwoordige tijd hebben een Messiah onder ons. Proclaimt bij haar eigen entourage. Het is niet de betekenis die vanuit het Jodendom eraan wordt gegeven. Het is niet de betekenis die vanuit het islam eraan wordt gegeven. En zelfs niet de betekenis die vanuit het christelijk geloof eraan wordt gegeven. Maar wij weten natuurlijk dat originele christelijke normen en waarden. Verschillen van wat we vandaag de dag uh, hebben. En dat heeft met name te maken. Dit moet ik jullie vertellen. Anders mis je een heel groot stuk. Heeft met name te maken over de Romeinse invloed op het christelijk geloof. Er is een boek wat heet... en dat is interessant voor jullie om te lezen... als je wil snappen waarom het christelijk geloof... zo heftig onder de indruk is van de Romeinse uh, um, geloof... oude heidensgeloof geloof van de Romeinen. Daar is een boek wat heet Caesar's Messiah. In dat boek um, gaan ze met name diep in... op het concept van wat ze noemen in het Engels typology... of in het Engels typologie. Wat er gebeurd is, is dat de Romeinen... Een type hebben genomen. waarna ze uh, het christelijk geloof naar gevormd hebben. Dat type bestond al. Dat was een van hun hoogste leiders die ze hebben gehad. Titus, oftewel in het Nederlands spreek je hem uit als Titus. Dat is T -T T-I-T-U-S. <tiedacht> als je het leven leest van Titus. zie je dat alles wat daarna is gekomen. eigenlijk in het christelijk geloof één op één is. Uh, qua overeenkomsten met het leven van Titus. Wat hebben ze gedaan? Wat hebben de Romeinen gedaan? Ze hadden bloedhekel aan de Joden, de Romeinen. Ze hebben ze uitgegroeid. We lezen bijvoorbeeld dat in de uh, regeerperiode van Titus, de Joden, um, daar werd letterlijk op gevist. Ze zijn op een gegeven moment verdreven naar een rand van een klif, daarvan zijn ze gevallen. En de Romeinen zijn daar letterlijk op gaan vissen met hun spieren. Zoals, zoals, je, zoals je vist. Dat was de, de zwarte humor van de Romeinen. We hebben het hier wel over een, een beschaving die genoot van gladiators die elkaar gingen, uh, uit elkaar gingen scheuren. Of als dat niet genoeg was, werden de, de leeuwen bijgegooid. Dus hier hebben we het over. We hebben niet over lieve jongens die om de hoek wonen. De Romeinen hebben de kunst uitgevonden van oorlog voeren en genieten van iemands pijn. Dus deze tijd was niet anders had een bloedhekel aan de Joden en dan heb ik het over de Joden die de echte Torah gingen volgen, want die hebben hun hoofd nooit gebogen, zoals de Christenen dat hebben gedaan bij de late Romeinen. Ze hebben gezegd: ons God is één, we gaan nooit buigen voor een Romeinse uh, uh, Caesar en dat was niet anders als een farao, een Romeinse Caesar die zei: ik ben God, mijn ouders zijn goddelijk, ik ben het child of The Sky, ik ben een kind van, van de goden, weet je wel, zoals de Grieken dat hadden, The Mountain of Olympic, dat soort zaken, Zeus, bah, dat ken je wel. En de Grieken en de Romeinen die geloofden dat hun regeerders eigenlijk nakomelingen zijn, nageslacht is van die goden die ze daar boven hadden. Deze tijd was niet anders. Als je de titel had van een Caesar, was je eigenlijk een soort faro, want je was een god en iedereen moest voor je buigen. Natuurlijk, de Joden in die tijd, die kregen de Torah van Allah, zoals Allah het ons leert vandaag de dag. Je mag voor niemand buigen, behalve voor Allah. Dat deden deze Joden ook en het heeft ze uh, uh, heel veel gekost. Ze werden echt geleend, levend, um, dit, dit verhaal waar ik jullie vertel is om jullie een voorbeeld waar we nog later op zullen ingaan: om, om jullie een voorbeeld te geven van hoe het leven van de huidige Jezus, die de christenen nu aanbidden, eigenlijk een kopie is van deze tijd. Is. Waarom? Omdat we lezen in de Gospels dat Jezus een bloedhekel had aan de Joden, meer als wat de Koran ons, leest, ons uh, 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 vertelt. Want heel veel mensen die zeggen van moslims en Joden gaan niet samen. Terwijl als je de Koran leest, spreekt alle nooit de Joden aan met de kinderen van de duivel. En nooit van verbrand en ga dood. En, en dat lees je wel in de Gospels. Dus de Jezus die wij kennen in de Koran, die is niet zo heel hard naar de Joden toe als de Jezus-versie van de christenen. Die, die gooit de tafel in hun tempels, die, 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 die scheldt ze uit, noemt ze de kinderen van de duivel, hij noemt ze hypocrieten, noem maar op. Terwijl in de Koran. Jezus daar tegen allen zegt: van Allah, ze zijn afgedwaald. Wilt u ze straffen? Het is uw creatie. Wilt u ze vergeven? U bent de alomvergeven, de, de genadevolle, de barmhartige. Wat ik hiermee wil aangeven om niet te veel af te dwalen: wat de Romeinen hebben gedaan is wat je noemt typologie. Ze hebben iemand die zij uh, hoog hadden staan, daarna. Daarna die persoon hebben ze uh, in dit geval Jezus naar gevormd om op die manier de christenen als het ware het paard van trooi te geven. Van hier hebben jullie de messiën waar jullie zo lang op zitten te wachten, maar eigenlijk zijn ze de messiën van de Romeinen aan het, aan het aanbidden. Uh, als we het straks gaan bespreken, we gaan echt diep in het christelijk geloof, dan gaan we hier veel meer op in, maar dit was een voorbeeld en link. Een ander link is bijvoorbeeld de persoon die we kennen die over Jezus vertelt, die heet. Uh, 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 Bar Amathias. Van Amathias. Dat is dezelfde naam. Zijn achternaam is van Amathias. Die over Jezus vertelt. En Titus had een persoon die zijn leven bijhield. Van wie we het kennen, zeg maar. Hij zelf. En die heet Bar Marthias. Om, om maar eens een link aan te geven. Wat geen toeval uh, uh, kan geven. En zoals ik al zei. Als we diep gaan op het christelijk geloof. Zal ik jullie veel meer. Uh, Informatie geven, Dit is gewoon even heel snel, omdat ik dit hier met een doel doe. Want we gaan zo meteen kijken naar de coronation, zoals dat heet, zoals dat heet van Queen Elizabeth. En de typologie, wat hier toepast is bij haar. Want waarom is het een vrouw die hier zichzelf presenteert aan de wereld als de Messiah? Terwijl de Joden en de Christenen altijd hebben gezegd: vrouwen zijn niet waardig om te regeren. En hier hebben wij een vrouw die toch regeert. en die zichzelf op die dag neerzet als de Messiah. Om te beginnen, kijken we naar de maand waarin ze gekroond is: juni. Juni is afgeleid van de godin van de Romeinen, Juno. Het is, um, zij, was een soort, zij werd neergezet, de godin Juno, of Juno, wie of dat ook wil uitspreken. werd neergezet als een oude Romeinse godin. Zij was beschermer en een soort staatshoofd van haar staat. Dus ze was een soort koningin, deze uh, uh, Juno. En ze noemde haar ook wel de moeder van alle goden. Met andere woorden, zij staat zo hoog in haar uh, status in haar Koninkrijk, dat ze over iedereen regeert en iedereen valt onder haar. Net als Juno, de maand juni, is Queen Elizabeth de beschermer van haar Koninkrijk. Juno was dochter van een machtige regeerder, Saturn, God van voorspoed, rijkdom en vrede. Dit is ook waarmee gestart wordt in deze ceremonie met de Psalm 122, waarin gezongen wordt: vrede in Jeruzalem en het huis van God, rijkdommen binnen zijn paleizen. Dus als je heel goed hoort: de rijkdommen van God binnen de paleizen van de koningen, niet bij de burgers, niet bij de gewone mens, niet bij het volk. Nee, in Psalm 122 bieden ze voor rijkdommen binnen de paleizen. Met andere woorden: het volk moet er vooral voor zorgen dat de koning vooral heel veel rijkdom had. De vader van Elisabeth was ook een koning, en hoewel de geschiedenis leert dat hij tegen zijn zin. Uh, uh, die, 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 die functie heeft aangenomen, maar toch. Juno is de vrouw van Jupiter, oppergod, van, een, een god van de hemel. Jupiter trouwde met Juno, maar hij had talloze minaressen, zowel lagere natuurgodinnen, zoals we dat noemen, als menselijke vrouwen, bij wie hij heel veel halve goden verwerkte. Voor de mensen die het, 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 het nog niet helder hebben, hebben we het hier dus over broer en zus. Jupiter trouwde met Juno. Dat zijn allebei, uh, uh, ze hebben allebei dezelfde ouders. Het zijn allebei kinderen van Saturn. En dat is natuurlijk ook wat we zien in het Oude Testament bij Sarah en Abraham, broer en zus, die met elkaar uh, gaan trouwen. Jupiter was haar jongste broer, dus deze Juno trouwde met haar jongste broer. Zoals we dat lezen bij de Joden, bij de christenen: Abraham trouwde met zijn zus Sarah. De man van Elizabeth moet ook koning worden. Dat was hij eigenlijk min of meer. Hij werd geboren als Filip, prins van Griekenland en Denemarken. In Griekenland had ze ook een Jupiter, alleen daar noemden ze hem Zeus. Dus Juno werd gezien als de moeder van de goden en Queen Elizabeth is het hoofd van de Engelse kerk, wat ze noemen de Church of England. Engeland heeft zich afgezet tegen de katholieke wereld en begon een eigen kerk op eigen grond, waar de koning toen aan hoofd stond. In plaats van de paus, waar ze tot dan toe uh, zich aan hebben onderworpen, en rekening hadden gehouden met zijn regels. En dat had te maken met. Het is een heel lang verhaal, dat is eigenlijk heel saai in, in dit onderwerp wat we hier aan het bespreken zijn. Maar je had een koning, Henry VIII, die niet meer getrouwd wilde blijven met Catharine, Spaanse prinses. Zij was beloofd aan hem toen ze drie jaar oud was. Dus dan heb je al die roddels en die onzin over ons profeet, die zogenaamd met Aisha samen ging wonen toen ze negen was. En ik heb jullie verteld waarom, en ik heb dat die in een video. En ik heb jullie verteld hoe dat eigenlijk terug te traceren is tot Joodse scriptures. Ik heb jullie de versen en, en de hoofdstukken alles gegeven in de Talmud. Maar hier hoor je niemand over praten, want dat is een Christen. Hij is Westers en hij is Christen. Dus de Europeanen proberen dit verhaal een beetje minder erg te maken. Terwijl ze daar bij onze profeet met trammelam en alles hiermee om, om de oren lopen het, het naar ons proberen te gooien. Terwijl dat van ons klopt niet en die van hun is de geschiedenis. Dus deze Henry VIII de trouwde met Katharine, die eigenlijk aan zijn broer was beloofd toen ze drie jaar oud was. Uiteindelijk had ze de leeftijd bereikt om te kunnen trouwen. Kort nadat ze met elkaar waren getrouwd, ging hij dood. En zoals het, het uh, Oude Testament en de christenen geloven, moet jij trouwen met de weduwe van je overleden broer. Dus dat heeft hij ook gedaan. Er was helemaal geen liefde bij betrokken of wat dan ook. Omdat ze aangeven dat ze zulke spiritueel leiders zijn, moet ze natuurlijk af en toe wel een show spelen, zodat de mensen nog aannemen dat ze inderdaad nog gelovig zijn en praktiseren wat God van ze wilde. Um, dus deze Henry VIII de achtste, achtste, is met deze Catherine getrouwd, prinses van Spanje. En hij zegt van nou eigenlijk wil ik niet meer bij je blijven, want ik krijg geen jongens. Ik wil een jongen, ik wil geen meisjes. Ik wil een jongen die het van mij gaat overnemen zo meteen. Dat kon ze natuurlijk niet doen, want dat heeft ze niet in haar eigen hand. Dus heeft hij bedreigd om bij haar weg te gaan. Maar omdat Spa uh, Spanje is natuurlijk heel katholiek en die deden alles wat de paus van ze verwacht, want de paus is katholiek, Spanje is heel katholiek, dus natuurlijk ging de paus veel meer neigen naar Spanje dan naar Engeland, die af en toe niet helemaal de kleur bekende. En hij zei tegen deze uh, Henry VIII de, de paus, ik ga niet akkoord met deze scheiding. Als je van Catharina wil scheiden, zal ik het niet zegenen. Ik, ga, ik geef er niet mijn toestemming voor, noem maar op, kijk maar hoe je het doet. Als je niet van haar houdt, is jouw probleem. Dan leef jullie maar, maar niet samen. Maar jullie gaan niet scheiden. En dat is ook zo gebeurd. Hierdoor is deze Henry VIII de helemaal gek. Want inmiddels had hij een nieuwe vrouw waar hij heel graag mee wilde trouwen. Een nieuwe prinses. Maar dat kon dus niet. Want deze Catherine was nog officieel zijn vrouw. Dus heeft hij om wraak te nemen op de katholieke kerk. Op de paus die niet aan zijn kant stond. Heeft hij gezegd: prima. Ik ga gewoon door met een uh, uh, leven beginnen met deze nieuwe prinses. Ik ben even haar naam vergeten. Catharine blijft officieel mevrouw. Maar we zijn uh, gescheiden van tafel en bed. En hij zegt: om de paus te straffen. Voor het feit dat hij niet aan mijn kant wil staan. Is Engeland vanaf vandaag niet meer onderworpen aan de regels van de paus en de katholieke kerk. Maar we gaan onze eigen regels volgen. En we creëren hier aan hoofd van Engeland. een protestant kerk. waarin wij de lakens uitdelen. Dat is een klap naar de paus... om daarmee aan te geven... dat de paus eigenlijk... Een, uh, de paus binnen het katholiek geloof... die zegt van... ik ben de vertegenwoordiger van God... en zoals mij is er geen één. Er kan maar één paus zijn. Maar deze Henry VIII... Die had, die had humor... en die heeft tegen de paus gezegd... weet je wat... ik creëer mijn eigen kerk. The Church... het, het feit dat ze... The Church of England noemen... is niet van... Zoals we hier in Nederland heel veel kerken hebben en kies er een. Nee, de Church of England betekent een stroom op zich. Het is een, het is een soort uh, aftakking het, binnen het christelijk geloof. De Church duidt aan dat ze echt hun eigen regeerschap hebben. Ze hebben hun eigen Vaticaan in Engeland. Daar waar ze in het Vaticaan een paus hebben aan hoofd. Is het in de Church of England de koning, en in dit geval wat we nu hebben, de koningin, die eigenlijk de paus is? Dus het is. Hiermee heeft hij een nieuwe pausfunctie gecreëerd, en hiermee heeft hij van de koning de regeerders van Engeland niet anders gemaakt dan wat de farao deed van zichzelf. Ik sta aan hoofd van, van een geloof, ik ben een soort God, ik ben het heilige wat er is, want dat zegt de paus. En wat de Romeinen ook hebben gedaan met hun Caesar-concept, een Caesar was niet anders als de zoon van God, uh, uh, een soort messia die God naar de wereld stuurt om de mensen te regeren. Zo moet je eigenlijk de Church of England zien. Het is het Vaticaan in Engeland, en daar nogmaals waar het Vaticaan een paus heeft, heeft de Church of England in dit geval Elizabeth als de paus van de Engelsen. Nogmaals, hier hebben ze dus de typologie bij, uh, toegepast wat ik jullie verteld heb, want de, de, de godin Juno, de maand juni waarin Elizabeth is gekroond, waar het naar genoemd wordt, deze godin Juno voor de Romeinen werd ook Regena genoemd. Regena is ook in het Spaans niet anders als een titel waarmee je de koningin aanduidt. Doordat Elizabeth in uh, juni is gekroond, eert ze de oude godin van Rome om te verwijzen naar een symbolisch oude relatie tussen de landen. Dus de twee landen en de twee geloven. Dus de protestante kerk, wat haar voorouders hebben gecreëerd, waar ze nu de paus in speelt, en de katholieke, waar haar voorouders mee gebroken hebben, om politieke redenen. Een van de verzen die Elizabeth moet opdreunen, was ook dit ergens in, 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 uh, in de ceremonie: And I believe one Catholic and apostolic church. Die, dat is gewoon een zin, die komt uit de niets vallen. En in die ceremonie hebben ze hem ertussen gegooid, omwille van het herstellen van de politieke uh, relatie tussen uh, uh, de katholieke wereld en de protestante, uh, uh, protestante wereld. Dus in deze ceremonie, wat Elisabeth ook heeft uh, uh, verteld. Niet speciaal natuurlijk nu, maar het is inmiddels, het is, dit is inmiddels ook al oud, deze verse. Maar hier zien wij op een gegeven moment, als je hem helemaal leest, en het is heel lang, ik ga het niet met jullie doornemen. Maar als je hem helemaal leest, staat deze zin gek. Dat ze opeens het nodig vindt om de katholieke connectie te maken. Waarin ze nogmaals zegt, and I believe one Catholic and Apostolic Church. Wat er tussenin, uh, tussen is gezet. Aangezien Protestanten van oudsher een bloedhekel hadden aan, aan Katholieken. Ze hebben elkaar afgeslacht daar waar ze de kans kregen, dat is de geschiedenis. Een recente voorbeeld daarvan is Ierland. Maar omwille van de ontwikkeling op de wereld en de komst misschien van de islam, steeds meer richting het westen, was het een slimme zet om te verenigen tegen een buitenlandse macht. Onderling kan je elkaar haat en afslachten, maar samen eind tegen alles wat mogelijk bedreiging vormt tegen ons macht, ons rijkdom. Iets anders wat je ook kan zien in dat typologie wat hier toegepast is, is dat Juno is de godin van het huwelijk. En de kerk wordt altijd gezien als de bruid van Jezus. Dat, is, dat, is, dat weten christenen. Als je christen bent, dan weet je wat ik je zit te vertellen. Jezus is getrouwd met de kerk. De kerk is de bruid van Jezus. Als je een non wordt, dan ga je in een klooster wonen. Wat dus een soort, een soort verlengstukje is van de kerk. Dan word je. De bruid van Jezus, zo worden nonnahs genoemd. Dat is hun bijnaam. Vanaf nu ben ik de bruid van Jezus. Ik ben nu, vanaf nu ben ik getrouwd met God. Met andere woorden, ik dien nu de kerk en de kerk is de bruid van Jezus. Juno is ook bekend als Juno Cielestis, de strenge maagdelijke godin, zoals we dat lezen, als Elizabeth. En ze krijgt een scepter. Deze godin krijgt een scepter, deze Juno. Van goud. Elizabeth krijgt ook een scepter. Niet zomaar. Hij is gemaakt van emerald, goud, zilver, noem maar op. Alles wat duur is, is verwerkt in deze uh, scepter. Deze Juno werd gezien als een heel strenge godin. Ze was heel streng. Het was, ze noemen haar de Strenge Maagd. Juno. Elizabeth. Moest ook dus de, deze coronation ingaan. Uh, in principe als maagd. Geen seks voor het huwelijk. Dus ze was nog maagd. En om te laten zien. de link die ze moesten maken met deze godin. Juno. moest Elizabeth ook iets vertellen. waaruit wij uit kunnen constateren. dat ze net zo machtig en streng is. En dat lees je in een vers. wat ze moest uh, uh, vertellen. wat ik zo ga voorlezen: Be merciful that you be not too remiss. So execute justice that you forgot not mercy. Punish the wicked. Punish the wicked. Dit is een heel duidelijke zin die ons moet doen geloven dat Elizabeth in dit geval ook in staat is om macht uit te oefenen. Om heel streng te zijn als dat nodig is. Precies zoals deze Juno, de godin, werd neergezet. De man van Juno was Jupiter, de beschermer van de keizer. Juno zelf was de beschermster van de keizerinnen. Dat lezen we ook bij Elizabeth in Psalm, wat ze moest lezen. Want ze moest, ze, voor deze ceremonie moest ze heel veel herhalen: mee En meezingen en meepraten. En het zijn allemaal vanuit de scriptures. Dus ze begint met Psalm 122, vers 1 tot en met 3. En daarna 6 tot en met 7, wat ik hier eh, voor jullie samenvat. I was glad when they said unto me: We will go into the house of the Lord. Elizabeth laat hiermee zien dat haar kerk, de Church of England, is niet zomaar iets, het is de House of the Lord. Met andere woorden, ze verplaatst daarmee het huis van, het huis van, het huis van David, want dat wordt de House of the Lord genoemd Jeruzalem, wordt daarmee geplaatst of op zijn minst vergeleken met Westminster Abbey waar deze coronation plaats heeft gevonden, oftewel met de Church of England. En dat, dat is niet een connectie die ik hoop probeer te maken. Lees je verder namelijk in deze psalm. Our feet shall stand in thy gates, O Jerusalem. Jerusalem is built as a city. Dus ze, nog meer, nog meer verwijzingen dat Engeland nu een soort Jerusalem is geworden. Later zegt ze. En plentiful with thy palaces. Daarmee sluit uh, uh, deze uh, uh, vers uh, Psalm 122. Daarmee sluiten ze dit stukje af, waarin ze dus vertellen dat de koning in zijn paleizen, of in dit geval de koningin in haar paleis, heel veel, um, hoe noem je dat? Heel veel zegen zal krijgen van God. Zij wordt neergezet als de messia, zoals ik uh, zo meteen nog met jullie uh, uh, nog duidelijker ga maken. Dit is een heel lastig concept om in makkelijke taal uit te leggen. Dus als ik jullie verloren heb of je snapt het niet goed, dan geef niks. Zometeen ga ik verder. En dan snap je wat ik hier probeer te maken. De link die ik hier probeer te maken. Maar om verder te gaan, deze Juno werd gewoonlijk afgebeeld met een gouden scepter en een gouden kroon op haar hoofd. Om aan te duiden dat zij de koningin is van de hemelen en de aarde. Veel trekken die bij de Grieken. Bij de Grieken hadden voor Juno hadden ze ook een, een typologie en dat was Hera. Um, die gaven in dit, de Grieken gaven Hera in dit geval de scepter en de kroon en zij was de moeder van alle goden en noem maar op. Bij de Romeinen was het Juno. En omdat Elizabeth ook gekroond is in de maand juni en omdat wij vanuit de geschiedenis kunnen Constateren dat de Romeinen vooral het christelijk geloof uh, hebben gevormd, is het helemaal niet zo gek om te zien dat het christelijk geloof constant uh, links aan het zoeken is, uh, uh, verbindingen aan het maken is met de Romeinse cultuur en het Romeinse geloof. Bewust of onbewust, dat weet ik niet. Net als deze June, die een scepter kreeg en een kroon, kreeg ook Elizabeth een scepter en een kroon. En um, deze scepter, die is best wel groot. En nogmaals, zoals ik jullie verteld heb, hij is alleen maar gemaakt van wat ze noemen de rubies, emeralds, sapphire, diamonds, noem maar op. Ik bedoel, alleen al van die scepter kan misschien heel Afrika van eten. Zo duur is het. Dat is niet zomaar. Dat is omdat Elisabeth zichzelf wil neerzetten als een godin. Dat is de, de, de traditie. God, godin, afhankelijk of je nou een koning bent of een koningin. The Head of Church of England. Dus om dat te kunnen doen, moet je um, jezelf neerzetten zoals de goden en de kinderen van de goden hiervoor zichzelf altijd neer hebben gezet. Uh, vooral veel goud, veel zilver, veel bombari en veel bling-bling. Dat is de traditie die via, vanuit de Romeinse cultuur het christelijk geloof binnen is gedrongen. Een andere reden, een ander bewijs hiervoor is, is dat in de ochtend, als de Queen Elizabeth aankomt, en nu begint het het verhaal van, van haar als de messia, in de ochtend als ze aankomt, staat er een Romeinse kruik, wat ze noemen de ampula. Het is een Romeinse kruik, en die is gevormd in de vorm van een adelaar van God. En we weten allemaal dat de adelaar symbool was van de macht van Rome. Het oude Rome, niet de Rome die we nu hebben. Hoewel ze daar nog steeds uh, natuurlijk door beïnvloed zijn. Dus als ze aankomt, staat er wat ze noemen de ampulle. Romeins kruik in de vorm van een adelaar, volledig van goud. En die is gevuld met wat de christenen noemen de heilige olie. De aartsbisschop en alleen de aartsbisschop en zijn entourage mogen dit aanraken omdat deze olie zo heilig is. Waarom de heilige olie? Het is de heilige olie die van deze Elisabeth de Messiah maakt. Voor de mensen die het niet snappen, die kijken naar een ceremonie wat heel mooi is. En voor de christenen is het aandoenlijk, want het, het, het vindt plaats in de kerk. En daar is een bishop bij en er worden psalmen gezongen, eh, zaken vanuit het Oude Testament. Maar eigenlijk zit je te kijken naar een Messiah. Naar iemand die tot Messiah wordt gevormd. Zij is de Messiah. Zij heeft zichzelf neergezet als de Messiah. Alleen dan ben je waardig om het te zijn van de Church of England. Wat ik jullie net verteld heb, Het is nogal wat. Want Henry de achtste, die heeft gezegd: Engeland krijgt een eigen Vaticaan. Dus het is het Vaticaan, de uh, Westminster uh, Abbey. En zij is de paus. En de paus is heel heilig. Hij wordt de vader genoemd. Terwijl de christenen leren dat ze alleen God de vader mogen noemen. Dus. Je bent een god in je eigen kerk. Op je eigen uh, scale ben jij een god. En om tot uh, een god getransformeerd te mogen worden... moet je eerst de Messiah fase hebben doorgemaakt. Dus je moet... Uh, je moet uh, hoe zeg je dat? Uh, je moet gezegend worden en je moet eerst neergezet worden als de messia... zoals we dat kennen van Jezus. En de voorouders van koningin Elisabeth zeggen van... wij doen dit omdat we hier mimiken, we doen hiermee na wat King Salomon heeft gedaan bij zichzelf. Toen hij tot Messiah. En ik heb jullie verteld: Messiah is niks anders dan dat iemand jou zegent. Toen hij uh, door de grootste, de hoogste priester, wat ze noemen de priester Zadok, dat is Z-A-D-O-K, uh, op deze manier uh, uh, gezegend is. En nogmaals. Maak niet de fout dat je denkt dat ik hier nu van Salomon uh, uh, Messiah maak, wat, wat te vergelijken is met Jezus. Als ik het heb over het woord Messiah, dan moet je Jezus even uit je hoofd laten. Ik ben nu niet bezig om jullie te vertellen wie Jezus is, dat komt nog. Ik ben nu bezig om jullie te vertellen wat het woord Messiah betekent. Het woord Messiah is geen persoon. Het woord Messiah is een, um, is een transformatie. En die transformatie kan alleen maar plaatsvinden als je aangeduid bent en je bent gemasseerd met de heilige olie. Deze heilige olie die maakt haar intree eigenlijk voor het eerst in Exodus. Er wordt namelijk gezegd dat Queen Elizabeth, haar voorouders, die beweren dat ze de originele heilige olie hadden. En als je het hebt over de originele heilige olie... Dan moeten we teruggaan naar de olie die gemaakt is in de tijd van Mozes. Want we lezen in Exodus, uh, vers 22. Lees ik hem even in het Nederlands. Verder sprak de Heer tot Mozes, zegende: Ga nu, gij nu, neem de voornaamste specerijen, de zuiverste mieren, 500 sikkels En specerijkaneel, half zoveel, namelijk 250 sikkels, ook specerij, Kalmus 250 sikkels... ook Cassie 500 na de sikkel des heiligdoms en olie van olijfboom en hin. En maak daarvan een olie der heilige zalving en zalf. Dus het is een olie wat je bewerkt tot het een soort zalf wordt. Heel kunstelijk gemaakt naar apothekerswerk. Het zal een olie der heilige zalving zijn. Dus hier in Exodus vers 22 leerden wij dat Mozes van God een soort olie moest maken en het, hij moest het bewerken tot een soort heilige zalf en alleen als je door deze olie besmeerd wordt heel symbolisch misschien maar in ieder geval een klein beetje dan ben je de Messia. Dan ben je een Messia en nogmaals haal Jezus uit je hoofd nu. En ik weet dat iedereen die Messia hoort linkt het aan Jezus, maar ik vertel jullie nu dat het er niks mee te maken heeft. Jezus is een Messia het is niet de Messiah. Want de Messiah bestaat niet. Er bestaan alleen maar een Messiah. We hebben heel veel Messiah's uh, gehad, zoals ik jullie uh, zo meteen uh, ga laten zien. Dus deze Queen Elizabeth. Die zegt dat ze van haar voorouders de heilige olie heeft geërfd... Waar, wat haar het recht gaf om zichzelf te bombarderen op die dag tot de Messiah. En de bewijs die we hiervoor hebben is A. de verklaring van eh, Westminster Abbey zelf. B. het feit dat de camera, toen Queen Elizabeth, het, het moment eraan was om haar te smeren met deze heilige olie, moest de camera omdraaien. Het was, op dat moment was er een soort God die neerdaalde om haar te zegenen tot een messia. Dat was niet gepast om de camera erop te laten. Later. Heel veel later, pas recent, een paar jaar geleden, hebben ze eindelijk een foto laten zien van dat flesje waar de heilige olie in zit. Maar toen Queen Elizabeth daar tijdens de coronation besmeurd werd met deze heilige olie, mocht het niet gefilmd worden. En dat is heel vreemd. Waarom? Exodus, uh, uh, vers 30, nee, vers. Uh, um, ergens, vers. Uh, Ga je ze door zeggen? Oh ja, hier is, het, hier is het. Exodus vers 22. Op geen mensvlees zal men ze gieten. Op geen mensvlees zal men ze gieten. Gij zult ook naar haar maaksel geen dergelijk maken. Het is heiligheid. Zij zal U lieden heiligheid zijn. Met andere woorden. De gewone mens, geen mensvlees, zal mensen gieten. Dat betekent, de gewone mens, daar mag je deze heilige olie niet op smeren. Door het, het feit dat Elisabeth deze heilige olie op zichzelf laat smeren, betekent dat ze daarmee ook de christenen laat weten: Ik ben geen gewone dame, ik ben geen gewone vrouw, ik ben goddelijk. Want het bewijs daarvan is hier in Exodus: Op geen mensvlees zal mensen gieten. En, gij zult ook naar haar maaksel geen dergelijk maken. Met andere woorden, je mag deze olie niet kopiëren. Als de olie op is, mag je niet zomaar vanuit jezelf een nieuw flesje gaan maken. Sterker nog, zegt Exodus, de persoon die dit doet, die moet verstoten worden vanuit uh, uh, de Joods gemeenschap. Wat lezen wij bij deze heilige olie, die gebruikt is bij Elisabeth? Het is niet het originele heilige olie. Laten we meegaan in het verhaal dat ze ooit van haar voorouders de heilige, de heilige olie heeft geërfd. Maar het is gebombardeerd in 1941. Dat de, de plek waar het bewaard was, was gebombardeerd in mei 1941. Dus alles wat toen gebruikt werd om de koning en de koninginnen van Engeland te, coron te coronaten, om het zo te noemen voor de coronation ceremony. Alles was weg en alles was kapot. Er kwam een bedrijf die heet Savory and More. Die heeft deze, uh, dit recept van Mozes opnieuw gemaakt. Terwijl je leest in Exodus dat de gewone mens de heilige olie niet mag maken. Dus hier uh, lezen wij twee dingen. Wat maakt dat Queen Elizabeth zichzelf eigenlijk neerzet als godin? Teruggrijpen naar June. Zij is niet zomaar gekroond in de maand Juni. June, wat ik jullie net verteld heb, de Romeinse godin, die ook staatshoofd was. En het feit dat zij gewoon nieuwe, dat haar vooral dus nieuwe olie laten maken, betekent dat ze het eigenlijk niet zo nauw nemen met het geloof. Het gaat ze erom dat mensen gehersenspoeld worden en door die hele circus wat ze daar neerzetten, moet jij kunnen aannemen, moet je kunnen geloven, dat zij op dat moment een, een, een soort messia is, een soort godin is. En nogmaals teruggrijpen naar Exodus 32, op geen mensenvlees zal mensen gieten. En het feit dat Elisabeth dit op haar mensenvlees, om het zo te noemen, laat gieten, betekent dat ze zich daarmee onderscheidt van de mens. Zij is geen mens op dat moment. Zij is de messia, zij is de godin, goddelijk, een kind van God. Nogmaals, dat lezen wij ook hier. Zodra de koningin aankomt, die dag, voordat ze de Westminster Abbey ingaat, lezen de aartsbisschoop en zijn entourage, psalm 122 voor haar, wat zegt, heb ik net met jullie gedeeld: 'I was glad when they said unto me, we will go into the house of the Lord.' Dit is niet zomaar. Je, je moet geen hoofd hebben om dit te kunnen begrijpen. Daar komt de koningin aan in haar koets, Westminster Abbey. Is ze nog niet binnengetreden, of dit wordt voor haar gezongen. We will go on to the house of the Lord. Wat geloven christenen? Als God zo meteen terugkomt, de second coming of Jesus, die ook God is, hij zal niet rechts gaan, hij zal niet links gaan, hij gaat naar het house of the Lord, en dat is het huis van David, want daar staat dan de troon van David, waar Jezus op gaat zitten als God. Dus God komt letterlijk hier naar de aarde. Wij moslims geloven dat als we doodgaan, gaan we in diep slaap in het graf hier op aarde. En op de dag des oordeels worden we hier op een nieuwe aarde worden we beoordeeld. Een aarde die waardig is om alle te ontvangen. De nieuwe aarde wordt dat genoemd. Het is heel functioneel. Het is een soort gerechtsplein. Zo zou ik het noemen. En dan gaan wij naar de hemel naar boven. Christenen. En, en, en Joden, die hebben heders geërfd van de Romeinen. En Romeinen zeggen: de, de hel is hier in de aarde en de hemel is op de oppervlakte van de aarde. Dus dit is nog een bewijs dat christenen enorm zijn beïnvloed door de Romeinse ideologie. Want christenen geloven dat wij niet naar God gaan boven. Nee, ze geloven dat God naar ons komt hier op aarde. En hier zal hij zijn kingdom of heaven gaan stichten. Dus hier is nog een bewijs, een verwijzing naar uh, Queen Elizabeth, die vergeleken wordt met God, die de house of the Lord binnentreedt. Op dat moment is zij de Messiah, is zij de godin. Dit is nogmaals niet mijn eigen verhaal. Dit is wat ze voorlezen. Ze wachten haar op voordat ze de Westminster hebben ingaat. Dit wordt voorgelezen. En net wat ik zei: je moet geen hoofd hebben ja, om deze link niet te maken. Dus. Daar waren de gewone mensen zitten te kijken naar, ach wat leuk, wat heeft ze mooie uh, uh, hermelijn, of weet ik hoe dat heet, en een kroon, en ach wat leuk, en oh wat mooi, en godvrezend, en wat een mooi paleis. Jij zit naar dit te kijken, want de persoon die zijn scriptures kent, die de Torah kent, die de Bijbel kent, weet dat hij naar de Messiah zit te kijken, naar Elisabeth, die neer wordt gezet als de godin. Iets anders waar we dat aan kunnen uh, vaststellen, nogmaals, want er zijn zoveel zo aanwijzingen in haar coronation. Iets anders waar we dit kunnen doen, waar we dat kunnen lezen, is wat voor haar wordt opgezongen, uh, gezongen in het volgende: "Sirs aan de Heeren. Want de Messiaen is een man. En vroeger, bij de Joden, waren het alleen maar mannen die zich mochten bemoeien met de zaken van God. Dus hier zeggen de Engelsen, zingen ze voor Elizabeth: Sirs I here present unto you Queen Elizabeth, your undoubted queen. Waarom het woord undoubted. Waar, waarom? Ik bedoel, uh, haar vader was de koning, zij was een prinses, ze heeft het overgenomen. Niemand twijfelt aan Queen Elizabeth of zij nog de, uh, de rechtmatige koningin is, ja of nee. Waar wel aan getwijfeld wordt, is wie de Messiah is. Joden zijn tot de dag van vandaag nog steeds aan het berekenen wie de Messiah is, want ze hebben een Messiah. Die vanaf de, de, de lijn van David komt, maar ze hebben ook een andere Messiah, wat ze noemen de Twin Messiah-concept. Christenen zeggen dat het Jezus is, maar niemand weet wie dat precies is, wanneer die komt, hoe en wat. Dus over de Messiah bestaan er nog twijfels. En hier zeggen ze: over Queen Elizabeth bestaan geen twijfels. Je kan twijfelen aan de Messiah tegen de Joden, maar Queen Elizabeth bestaan geen twijfels over. Zij is de Queen, hoofdletter K. Met andere woorden, aan haar moet je niet twijfelen. Zij is die lang verwachte Messiah. Zij is het kind van God waar jullie allemaal op zitten te wachten. En, als, en, en dat, deze vers gaat nog even door. Waarna de mensen dit gaan en, en dan worden ze gevraagd aan het eind van deze vers: uh, uh, Waarvoor all you who are comes this day to do your homage and service, are you willing to do the same? En iedereen zal zeggen: God save Queen Elizabeth. God save uh, the Queen. Dit is God save the Queen, is niet iets wat, wat de Engelsen hebben bedacht. Dit is iets wat we kennen van het Oude Testament. Um, ga ik zo meteen met jullie doornemen. Um, een van de, de Messias die uh, gekroond werd tot koning in het Oude Testament was een kleine jongen die bijna vermoord werd. Maar hij werd uh, geheim gehouden door de Joden. Ze hebben hem uh, opgevoed, ze hebben hem beschermd tot hij groot was om de coronation mee te maken. En toen. Is hij uh, neergezet als de Messiah, de nieuwe koning van de Joden? En omdat er een aanslag was op zijn leven. en de Joden hebben hem weggehaald bij de koningin, die toen aan de macht was. en die hem wilde uh, vermoorden, want hij was een bedreiging voor haar status. hebben ze gezegd: God save the king. Met andere woorden, deze koningin. volgens mij was zijn naam jo Joshua. Joshua, niet de Joshua waar ik het met jullie heb over gehad. Dit is weer een andere Joshua, zo uit mijn hoofd. Maar ik zal het zo voor jullie controleren. In ieder geval, er is een verhaal. Twee tellen, ik heb het bij me. Ik heb het even opgezocht. Het origineel verhaal waar de Joden de voor het eerst hebben gegild: God save the king. Lezen wij in 2 Kings hoofdstuk 11, vers 13. Het verhaal over Athalia, een koningin die aan de macht wilde. En om dat te kunnen bereiken, heeft ze iedereen vermoord die aan haar weg stond. Maar dat was een soort Joash, heet die Joash. En deze hebben de Joden stiekem uh, weggevoerd en, en beschermd en noem maar op. Tot hij de leeftijd had om koning te kunnen worden. En vandaar ook de zin God save the king. Met andere woorden, tegen alles in heeft God toch het leven van deze George uh, uh, verzekerd en beschermd. En hier is hij. En hij kan vandaag uh, tot uh, koning gekroond worden. Iets anders waaraan we zien dat Queen Elizabeth. In dit in, in coronation proces gelijk wordt getrokken met de Messia en met God en Godin, kind van God, is de vraag, het feit dat Engeland natuurlijk heel veel uh, uh, kolonies heeft. Dat is niet zomaar. Om Jezus te kunnen evenaren, om Jezus te kunnen weerspiegelen in wie je wil zijn en wie je onderdanen wil doen uh, geloven, moet je heel veel stukken hebben van de aarde. Je moet heel veel kolonies hebben. Waarom? Omdat. Uh, dat zie je ook aan hoe Jezus afgebeeld wordt uh, met de aardbol in zijn hand. De, daarmee geeft hij aan, hij is de, de heerste, de master van ons planeet, dat heeft hij in zijn hand. Dus wil je je onderdanen het idee geven dat je recht te trekken bent met de Messia, met Jezus, met God, dan moet je ook kunnen aantonen dat je ook regeert over, als het ware, de aarde, niet over de hele aarde, want dat gaat je niet lukken. Dan moet je een heel grote macht hebben, een groot leger. Maar in ieder geval over heel veel landen. En het liefst verschillende windrichtingen. En dat is natuurlijk wat Engeland heeft. Ze hebben uh, natuurlijk hun eigen uh, Engeland. Ze hebben Ierland, ze hebben Canada, Australië, Nieuw-Zeeland. Union van Zuid-Afrika, Pakistan, Zeeland. Ga zo door. Dat is niet zomaar. Dat is wat ze altijd al moesten doen om uh, het nog geloofwaardig te maken. Dat ze inderdaad... Hier, de, 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 hoe zal ik het zeggen? De beste vertegenwoordiger zijn van Jezus, de koning van de aarde. en niet de paus in het Vaticaan. Er is een soort strijd gaand. Wie is hier de vertegenwoordiger van, van God op aarde? Is het de Church of England of is het het Vaticaan? En ik denk dat Queen Elizabeth en haar voorouders het breed hebben gehangen. en zij kunnen oprecht zeggen: van wij zijn de beste, we hebben veel meer macht. We hebben veel meer rijkdom en we hebben heel veel kolonies, dus wij regeren de aarde in een bepaalde zin, in een bepaalde betekenis. Als dit allemaal geweest is en Queen Elizabeth is uh, min of meer uh, aangeraakt met de heilige olie en ze hebben van haar gezongen, de Messiasversen zijn erbij gehaald, the, the House of the Lord is erbij gehaald en noem maar op en 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 en. Als dit allemaal geweest is, dan moet Elizabeth op een gegeven moment de Bijbel gaan aanraken met haar rechterhand. Ook dit, is afge, uh, die, ook dit is gekopieerd van de originele Messiah ceremonie. Zoals ik zo meteen. Nou ja, niet zo meteen. Ik weet niet of het in deze video gaat lukken. En anders de volgende keer. Gaan we het hebben over de ceremonie van de Messiah van het Oude Testament. Dan zullen jullie horen dat alles wat ik jullie hier heel kort samengevat heb verteld over Queen Elizabeth. Is één op één. Van het Oude Testament en hoe zij hun ceremonie hebben gedaan bij hun Messia's, die de Joden hiervoor hebben gehad. Um, dus ook hier, waar Queen Elizabeth na dit allemaal haar rechterhand op de, de Heilige Bijbel moet leggen voor de christenen, is afgenomen nog steeds van het verhaal van Joash, want toen hij tot koning. En tot Messiah slash koning werd gekroond, kreeg hij de, de, de Torah toen nog als een soort scroll, wat ze noemen de Torah scroll, niet als boek, maar scroll, onder zijn arm. En dat is wat we hier ook zien. En Queen Elizabeth is protestant. Die gelooft niet zozeer in de Torah, maar die gelooft in het Nieuwe Testament. Dus daar waar deze Joas vanuit 2 Kings een Torah krijgt, krijgt zij de Bijbel. Iets anders waar we dat kunnen zien: dat Queen Elizabeth niet neergezet wordt als koningin, maar echt als messiah of als godin. Is als zij opnieuw de Heilige Bijbel aangeboden krijgt. Vanuit de kant van Scotland. Want de Scotland moet ook uh, uh, erkend worden, want anders krijgen ze problemen. Dus in de coronation ceremonie krijgt Scotland een moment. Ze mogen shine. Zij brengen, hoewel ze de Bijbel heeft aangeraakt en ze heeft de adoration gedaan en zij is geknield, noem maar op, moet ze opnieuw het trucje gaan doen, van, maar dan nu voor de, voor, de, voor de Scottish people, zeg maar, en die gaan haar opnieuw de Bijbel aanbieden uh, en zeggen ze tegen haar: To keep your majesty even ever mindful of the law and the gospel of God as the rule for the whole life and government of Christian princes niet prinsessen maar prinses, dus uh, uh, prinsen met andere woorden, het, uh, de mannen, de christelijke mannen die uh, uh, koningen zijn en hoog status hebben en andere woorden, met andere woorden, zij is de godin die, uh, um, als het ware, waakt over de christelijke koningen. Zij is de godin die de christelijke koningen gaat brengen. Uit haar komen ze. Ze gaan door, zoals ik jullie zei, het is een heel lange ceremonie en er wordt heel veel gezongen. Mocht je nog steeds zitten te twijfelen, dat, excuses voor het geluid jongens, mocht je, mocht je nog steeds zitten te twijfelen naar de link die ik hier maak tussen Elizabeth en dat ze neergezet wordt als messiah, hoor dan het volgende wat ze bij haar vertellen. jongen. jongen. In ieder geval, de link nogmaals, de messiah link. Ik heb jullie verteld, het is een heel lang proces, er worden heel veel psalmen gelezen, maar met de namen, psalmen... En verzen vanuit het Oude Testament en het Nieuwe Testament die het hebben over God en zijn Messia. Hier ook. Op een gegeven moment zeggen ze, Behold, our, O God, our defender, and look upon the face of the thine anointed. En anointed is niks anders als een Messia. Hier zeggen ze dus tegen God van, Hier heb jij je Messia. En in dit geval is het Queen Elizabeth. Hier heb je je Messiah, Queen Elizabeth. For one day in thy court, in dit geval is het Westminster Abbey, die nu de court is van God, is better than a thousand. Met andere woorden, je mag blij zijn dat tegen de, tegen de mensen om hun heen willen ze dit doen. Want waar draait het allemaal om, jongens? Het draait om macht en het draait om een koning. Daar moet iedereen voor buigen en alles wat je hebt aan vermogen moet naar hem toe gaan, dat doet hij niet omdat hij dat zo graag wil, dat doet hij omdat hij God vertegenwoordigt hier op aarde. Dit is deze heel charade, dat is even de samenvatting. Dus dit zeggen ze, zodat de mensen die op dat moment aanwezig zijn bij de coronation van Queen Elizabeth, het gevoel krijgen van jeetje, we mogen blij zijn dat we hierbij zitten, want we maken mee, en de, de vorming van een messiah En we zijn hier in het gerechtshoofd van God. Waar één dag is beter dan duizend dagen bij de gewone mensen. Hier draait deze hele ceremonie om. De koningin presenteren in haar koninkrijk. als het hoofd van de Church of England. als de messiah voor de protestante mensen in haar koninkrijk. Dan moeten de mensen geïnspireerd worden voor volledige overgave. Aan de queen, door deze passages uit Peter 2, uh, vers 13, wat een van de bishops uh, voorleest. Dus, voor het, dus hier gaat het om: mensen, het gevoel geven van Elizabeth is niet alleen een koningin, zij is de Messiah en zij is de vertegenwoordiger van God hier op aarde en misschien wel zelf goddelijk. Dit is wat de bishop op een gegeven moment gaat voorlezen: Submit yourselves to every. Ordinance of man for the Lord's sake. Whether it be to the king as supreme or unto governors, as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers and for the praise of them that do well. Met andere woorden, geef je over volledig aan de koning en iedereen die in de naam van de koning werken. Doe je het goed, dan zal jou niks overkomen. Maar, punishment for the evildoers. Wil je je niet overgeven aan de macht van Queen Elizabeth in dit geval, dan word je gekenmerkt als een evildoer. Waarom gaan ze dit voorlezen? Dit is met een doel. En hij gaat verder. For so is the will of God. Dat is niet omdat Queen Elizabeth wil dat je voor haar buigt. Dit is wat God van jou verwacht. Buig voor Queen Elizabeth. That with well doing you may put to silence the ignorance of foolish men as free and not using your liberty for a cloak of maliciousness, but as the servants of God. Met andere woorden, als je vrijheid wil, dan ben je losgeslagen, losbandig mens. You moet doen what Queen Elizabeth van jou verwacht. Honor all men, love the brotherhood, fear God. And dit is it. And nu komt het waar je kippenvel van krijgt. Je hoort altijd te beginnen bij God en te eindigen bij God. Honor the king, direct na God. Fear God, honor the king. We hebben ook zoiets in Marokko, op de bergen. Bijna op elke berg in Marokko heb je God, de natie en de koning. Dat is ook niet zomaar. Dat is wat ze noemen twin. dat gaat in je hoofd. Iets anders wat gelezen wordt tijdens de coronation is Matthew 22 vers 15. Wat is hier aan de hand? Matthew 22 vers 15 komen de mensen bij Jezus om hem te vragen. Luister, um, de keizer die we nu hebben die wil dat we belasting aan hem betalen. Horen we dat te doen of niet? En Jezus zegt van waarom val jullie mij daarmee lastig? Heeft hier iemand van jullie een munt in zijn uh, zak? Ja, zeggen ze. Zei Jezus, haal hem eruit en kijk even wiens hoofd op dat munt staat. Nou, en de mensen hebben gezegd: van nou, Caesar's hoofd staat erop. Toen zei Jezus. En dus. Then said he unto them: Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's, and unto God the things that are God's. Dus hij zei tegen de mensen: Geef aan Caesar. Waar hij zijn stempel op heeft, op, op heeft, wat van Caesar toebehoort, en geef aan God wat God toekomt. Dit wordt gelezen in de coronation van Queen Elizabeth. Met andere woorden, om mensen alvast voor te bereiden. Je moet het niet zo erg vinden dat je belasting betaalt. Dit is nou eenmaal wat God van je wil. Geef jouw geld aan de koning, of in dit geval aan de queen. En nou krijg je het. Ik heb jullie verteld, eerder in een van de versen wat ze opnoemen. Moet Queen Elizabeth zeggen: Van ik geloof in de katholieke kerk en in de apostelijke kerk. Dat, en ik heb jullie verteld, het is heel vreemd. Want het is heel duidelijk dat die zin er gewoon ertussen is gekwakt. Als je, als je de, de hele vers leest. Maar nu komt het: steeds naarmate ze dieper in de ceremonie zitten, wordt het steeds belangrijker. En draait het steeds meer om haar en haar. haar, haar, haar um, haar kerk haar protestantse kerk hier zegt ze I believe in one God the Father Almighty Maker of heaven and earth and of all things visible and invisible and in one Lord Jesus Christ the only begotten Son of God als zij zoals ze dat eerder had gezegd ook echt in de katholieke uh, kerk gelooft en dat ook meent zou zij hier, waar ze nu want ze doet nu een soort testimonie waar gelooft ze in, ze gelooft in God en in zijn zoon Jezus, de zoon van God, zou ze hier Maria eren, Maria de moeder van God voor de katholieken had ze haar hier een plek geven maar omdat het alleen maar bla bla is want dan hebben de katholieken ook iets gehad wordt het hier waar ze de echte Testimony, wat wij noemen binnen de islam de shahada. Ik getuig dat alleen alle God is. Zij doet hier als het ware haar shahada, waarin ze zegt: Ik geloof in één God en ik geloof in Jezus. En ze noemt Maria met geen enkel woord. Dit is niet wat Queen Elizabeth heeft geschreven, dit is wat ze moet voorlezen. Queen Elizabeth is ook een pop aan draden. Dat, het gaat hier niet om Queen Elizabeth. Voor de mensen die het verkeerd hebben begrepen. Ik probeer Queen Elizabeth hier niet zwart te maken. Ik probeer haar niet neer te zetten als een soort duivel. Queen Elizabeth moet zich overgeven aan wat voor haar is bepaald. Dit is het punt wat ik probeer te maken, jongens. En dat is al veel ouder dan Queen Elizabeth zelf. Zij, zij hoort alleen maar te gehoorzamen wat er al aan ceremonie bekokstoofd is en in elkaar is gefratseld. Overigens. Haar testimonie dat ze alleen gelooft in Jezus, de enige Zoon van God, die only begotten not made, zegt ze dat in het Engels, begotten not made. Dat betekent, uh, God heeft ons allemaal gemaakt uit aarde. Jezus is begotten, het is letterlijk vanuit zijn zaad gekomen. Zijn zaad in de baarmoeder van Maria, dus daar is letterlijk een soort contact, wat niet alleen maar is zoals jij en ik. Dit is de zaad van God, Jezus uh, Jesus Christ. En het gaat leuk worden als we het zo meteen uh, steeds meer gaan hebben over het christelijk geloof. Want ik, ik wil heel veel vertellen, maar het moet wel passen stap bij stap. Want we lezen in Exodus, hoofdstuk 4, vers 22. Hetzelfde namelijk: dat God tegen uh, uh, Mozes zegt. Vertel de Farao dat Israël mijn kind is. Ja, en dan zeggen de christenen. Ja, maar God zegt zoveel, dat, dat hij zoveel kinderen heeft. Maar het gaat erom dat het begotten is, not made, begotten. Met andere woorden, zijn zaad. En wat lezen wij hier in Psalm 2, vers 7? I will declare the decree the Lord hath said unto me. King David, dus David, de, de profeet David is aan het praten. Thou art my son, this day have I begotten thee. En dan krijgen de christenen een heel groot probleem. Want hier lezen wij in Psalm 2 vers 7 dat David zegt: Vandaag heeft God tegen me gezegd: Jij bent mijn kind. This day have I begotten thee. Hetzelfde als waar de christenen op leunen als ze zeggen waarom Jezus de zoon is van God. Begotten, not made in het Engels. En dit hebben de Joden al in hun psalm David was begotten. Nu hebben de christenen een probleem, want hoe gaan ze nu nog Jezus hieruit lostrekken? Hoe gaan ze nu nog Jezus een stapje hoger zetten? Dat kunnen ze niet. Dit is waar het allemaal op rust. Begotten. dat is het. Hij is de zaad van God. Maar David zegt, ik ben ook de zaad van God. We hebben een probleem. Heb je nog steeds twijfels? Hoor dit dan, wat ze voor haar uh, uh, zingen. De priesters, in ieder geval. bla is een hoop. En op een gegeven moment komen ze bij deze vers. To teach and govern the people Israel. Dus hier wordt Israël genoemd. Direct na Israël zeggen ze: Bless and sanctify thy chosen servant Elizabeth. Bless and sanctify thy chosen servant. Weet je waar deze term voor gebruikt is? Bless and sanctify thy chosen servant. In het Oude Testament is het de Messiah. Joden hebben verschillende Messiahs gehoord. Voor de christenen is er één Messiah, en dat is Jezus. Maar Joden kennen al heel veel Messiahs. Zoals ik jullie verteld heb. Een Messiah is niks anders dan iemand die door God aangewezen wordt om de mensen te leiden. Hier gebruiken ze dezelfde term als waarmee de Messiah wordt aangeduid: Elizabeth, bless and sanctify thy chosen servant Elizabeth. Elizabeth is de Messiah. Die wij in deze moderne tijd onder ons hebben leven. Weet je nog wat ik jullie verteld heb over Exodus? Dat deze heilige olie op geen mens gegoten mag worden? Queen Elizabeth krijgt het niet op één plek, maar op meerdere, terwijl ze dit voorlezen. On the palms of both the hands. Dus ze krijgt het in haar handen by thy hands anointed with holy oil. On the breast. Saying, by thy breast anointed with holy oil. On the crown of the head, saying, by thy head anointed with holy oil. As kings, priests and prophets were anointed. And as Solomon was anointed king, by Zadok the priest and Nathan the prophet. Mensen die nog niet snappen dat Queen Elizabeth, ja, Messiah is, die snappen niets van de scriptures, die snappen niets van wat ze horen. Die zien alleen een mooie show in een mooie kerk met mooie kroontjes en juwelen. Die snappen werkelijk niet wat Elizabeth is op dat moment. Zij is de Messiah, jongens. Waarom vertel ik jullie dit? Om aan. Ik vind het helemaal niet erg. Ik vind het niet erg dat Queen Elizabeth neer wordt gezet als de Messiah. I don't care. Omdat ik jullie verteld heb: de Messiah is niks anders als iemand die gezegend wordt in zijn functie. Ik weet bijvoorbeeld vroeger. Als wij, uh, uh, toen wij ons huisje, we waren ons huisje aan het bouwen, toen het af was, toen zei mijn oma, we moeten een kip slachten. Vandaag gaan we kip slachten. Dat was haar superstition, dat was haar traditie, om uh, uh, um, uh, um, iets te zegenen. Want dat, dat hebben wij geërfd van de cultuur van de Joden, die al heel lang in Marokko leven. Want wat zeggen de Joden en de christenen, als je iets wil zegenen, dan moet je daar bloed op sprinkelen van een dier. Dat, is, dat deden de Joden en de Christenen om iets te zegenen. Omdat de Tempel van Salomon kapot ging door de Romeinen, uh, was er geen Tempel waar je een dier kon afslachten om het bloed van de dier te gebruiken om van alles te zegenen. Dus wat hebben ze gedaan? Moest Jezus aan een kruis en zijn bloed, dat van de mens, omdat er geen Tempel meer is, er gaat nooit een Tempel komen, althans tot nu toe in ieder geval niet, hebben de Christenen gezegd: Wij hebben de oplossing. Het, het, het bloed van een dier om daarmee te zegenen, heeft een geldigheidsdatum en dat is steeds een jaar. Eén keer per jaar moesten de Joden weer naar de tempel komen om dieren te slachten om met dat bloed te zegenen. Maar hebben de christenen gezegd door de Romeinen eh, invloeden. De Romeinen kennen het, het principe ook van een, een mens, kind, God. We, hangen, we bedenken een figuur Jezus, we hangen, we hangen hem aan het kruis en dat moet de oplossing zijn voor de Joden. Want hier is een mensenbloed wat jullie gaan krijgen. Dat betekent veel meer bij God. Dus in plaats van dat Joden elk jaar naar de tempel komen, die ze nu niet meer hebben, om de geldigheidsdatum van het bloed te vernieuwen. Moet een mens bloed genoeg zijn bij God voor altijd. Dat hebben de Romeinen bedacht omdat de Joden ontzettend boos waren toen hun tempel kapot ging door de Romeinen. En ik heb jullie verteld het verhaal van Titus. Titus heeft gevochten met de Joden en de, de Joden hebben teruggevochten omdat ze hebben gezegd wij gaan niet voor jou buigen. We willen ons geloven, we willen God aanbidden zoals dat aan ons bekend is gemaakt. Jezus is niks anders dan een pacifier voor de Joden. Het is, ik, ik weet niet, het Nederlands woord van de pacifier kom ik even niet op. Um, wat je de baby geeft om erop te, te kauwen om stil te blijven. Dat is wat, wat Jezus van de christenen is. Het is een pacifier, een, een rammelaar, iets waarmee je mensen afleidt wat christenen hebben bedacht. En daarom verschilt hij enorm, enorm van de Messiah. Die de Joden kennen, want daarom accepteerden ze deze Jezus niet. Je kan ze niet ongelijk geven. Ze zeggen: Dit is niet die. die Jezus is niet conform de Messaie die we hebben in de Torah. En wij de moslims zeggen: Deze Jezus is niet die Jezus waar Allah ons vertelt in de Koran. Dus je hebt twee volkeren die elkaar haten. En toch eens zijn: Dat Jezus van de christenen niet voldoet aan wat wij verwachten van de Messiah die Jezus had moeten zijn. Dat is natuurlijk niet zomaar. Laatste wat ik jullie wil vertellen over het Engels regeerhuis. Uh, voor de mensen die nog steeds twijfelen, is Engeland heeft wat ze noemen de House of the Lords. Dat is wat we hier kunnen vergelijken met uh, uh, het kabinet, zeg maar, wat we hier hebben. En er zitten 300 leden in. Het is heel specifiek 300 leden in. Deze 300, trouwens, die House of the Lords als je daar naar kijkt, dat refereert naar Psalm 122, waarin wat ik jullie net voorgelezen heb, de House of the Lord, het huis van David waar Jezus terugkomt en op de troon gaat zitten als God hier op aarde. Dat is daar is het vanaf genomen, House of the Lords. En House of the Lords, mensen die dat opzoeken, je kan het op Google opzoeken de foto. Het lijkt heel erg op de Freemasons Lodge, wat ze noemen de Vrije Metselaars Club. Waar ze samenkomen voor hun ceremonies en al. En de vrije metselaars die zeggen: wij geloven in wat Salomon heeft achtergelaten, precies wat Queen Elizabeth uh, um, Ceremonie ook zegt als je dat gaat bestuderen. Ze zeggen: wij doen wat bij uh, Salomon is gebeurd. Maar terug naar de House of the Lords: uh, ze hebben 300 leden, dat is niet zomaar. Je leest in Judges, Judges nummer 7, dat is volgens mij, ik lees, ik lees het in het Engels, maar in het Nederlands is het misschien rechters. Weet je wel, dat zijn de rechters van de Joden, die de Joden flink hebben beoordeeld. Toen de Joden weer voor de zoveelste keer gingen afdwalen, uh, heb ik allemaal met jullie doorgenomen. Zij, in Judges, lees je een verhaal over een groep die door God is gestuurd, uh, de Gideons, en ze waren... Met 300 man en zij hebben de Midianites verslagen. De Midianites is wat ze nu benoemen de Arabieren. Alleen het gekke is, de Midianites is waar Mozes mee getrouwd is. Dus Joden, die zijn een beetje, ja het klinkt niet zo heel erg leuk, maar die zijn een beetje dom bezig. Want ze veroordelen de Arabieren in bepaalde boeken. En in andere boeken in de Torah, en dat is toch echt het meest belangrijke voor de Joden: lezen ze dat Mozes getrouwd is met een Arabisch vrouw. Sterker nog, lees je in het verhaal van Mozes: deze Arabieren waren Allah al aan het aanbidden. Dus mensen die zeggen van Allah is een verzinsel van de moslims, veel later. Dat klopt niet, want hier heb je de Midianites, de schoonfamilie van Mozes, die één God aan het aanbidden was, Allah. Dat vertellen ze ook, Mozes. Dat lees, lees je in de Torah. En als je lui bent, kijk even de ten, command, ten Commandments, de film. Lees je ook dat Mozes bij de Arabieren komt in hun tent. En ze, hij, ze vertellen hem over Allah en hij is verbaasd. En ze zeggen: van ons God is de God van Abraham. En, en, en. Dus islam is daarmee. In de Torah, gek genoeg, bevestigt dat het geen nieuw geloof is. En moslims zijn niet ontstaan na Mohammed. Maar er zijn altijd mensen die alle hebben aanbeden. Alleen vanaf Mohammed heten ze de moslims. Omdat hij de laatste profeet is aan wie jij als mens... Met een boodschap. Aan wie jij als mens jezelf kan overgeven aan God, zeg maar. Hij is de laatste kans... Die jij als mens krijgt om je nog te kunnen overgeven aan God, aan Allah. En daarom heet wij de moslims, zij die overgeven uh, aan uh, Allah. Dus alles is symboliek. Als jij denkt dat de coronation van Queen Elizabeth. Uh, weet ik het allemaal, verkleed partij is en het is alleen maar leuk en het is alleen maar om status te tonen. Dan A, heb je geen enkel verstand van de scriptures of B, je wil het niet inzien. Want kijk hier nogmaals, zelfs hun kabinet, wat ze noemen House of the Lords, verwijst naar de House of the Lord van David in Jeruzalem. En 300 leden, wat ik jullie net verteld heb, dat waren de mannen die gewonnen hebben in naam van God over de Midianites in Judges, 7 uh, vanuit uh, de Joodse leer. Ik laat het hierbij. Wat is de bedoeling van dit verhaal? Waarom heb ik jullie dit allemaal verteld? Om aan te geven dat het concept van een messiah... niks anders is. als uh, uh, um, wat we allemaal vandaag de dag hebben. Jij bent een messia voor jouw baas. Hij heeft, omdat jij de sollicitatieprocedure doorgekomen bent, ben je in dat proces de messia geworden van jouw baas. Hij heeft jou aangenomen. In een ceremonie, de sollicitatiegesprek en daarna heeft hij jou een bepaalde plek aangewezen binnen zijn bedrijf. In dat opzicht ben jij de Messiah binnen het bedrijf van jouw baas. Heel nauwkeurig en heel bewust heeft hij jou aangenomen na een soort ceremonie. Messiah is niks anders dan dat je komt met een bepaalde opdracht. Dus voor de christenen, die nogmaals, tranen krijgen in hun ogen als ze het woord Messiah horen. Jongens, dat heeft echt te maken met het psychologische en het mentale aanhangsel wat we er zelf aan hangen. Dat heeft niks te maken met Jezus. Waar lezen wij dit? Waar lezen wij dit? In de Koran, alle zegt Jezus was niet anders dan alle andere profeten voor hem. En hij maakt zelfs een connectie met Adam. Allah leert ons dat Adam is gemaakt zonder vader en zonder moeder. En toch is hij niet de zoon van God. Hier heb je Jezus die een moeder heeft en hij moet de zoon zijn van God. Dat is natuurlijk krankzinnig. Dat is, of je gelooft het één of je gelooft. Dat, dat slaat natuurlijk nergens op. Want christenen geloven dat Adam een profeet was. En die had nog een vader, nog een moeder. Maar Jezus die heeft wel een moeder is, moet de zoon zijn van God. Dat is natuurlijk. Dan ben je gewoon aan het kippen zonder kop. Dat is heel plain gezegd. Voor nu laat ik het hierbij. Het ging me erom dat jullie snappen dat een messia niet bijzonder is. En het heeft niets te maken met dat je de zoon van God moet zijn. Volgende keer ga ik jullie uitleggen wat de joden in ieder geval uh, uh, verwachten van een messia En uh, hoe die moet zijn en uh, noem maar op. En waarom ze Jezus niet willen accepteren. Die Nog een kleine iets wat ik vergeten was met jullie te delen is uh, hoe Elizabeth in het proces op een gegeven moment een zwaard aangeboden krijgt. Zij krijgt een zwaard. Dat zwaard heeft te maken met wat Jezus heeft verteld in Mattheüs, in Matthew hoofdstuk 10, vers 34: dat hij zei: Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, ik ben gekomen om jullie het zwaard te brengen. Dus nogmaals een vergelijking dat zij Jezus mimikt, dat zij in principe in de voetsporen loopt van Jezus. En dit was het. Inshallah tot de volgende keer. Dank voor het luisteren voor jullie tijd.